Twee bruggen tot Johanna Margaretha in Kommerwijnen zijn officieel opgeleverd door het ministerie van LVV. Het gaat in deze om bruggen die jaren slecht begaanbaar waren en daardoor een groot gevaar vormden voor niet alleen de bewoners van het gebied, maar ook het groot aantal studenten en toeristen die vaker trekken naar deze plantage. Ook de agrarische sector ondervond enorme stagnaties door de staat waarin de bruggen verkeerden. De DC van Kommerwijnen, Mohamed Shafiq Rajab, zegt dat de vernieuwde bruggen meer kansen bieden voor ontwikkeling aan het gebied. Het laboratorium van het Anne van Dijk Rijstonderzoekcentrum, ADRON, moet binnenkort zodanig ingericht en gemoderniseerd zijn om beter dan voorheen onderzoek te kunnen doen naar ziekten en plagen waarmee de rijstsector te kampen heeft. Modernisering van het ADRON-laboratorium moet ook erin resulteren dat de kwaliteit van Surinaamse rijst steeds beter wordt en dat daarmee Surinamers concurrentiepositie op de wereldmarkt wordt verbeterd. Dit zei LVV-minister Parmanant Seudin afgelopen zaterdag bij de onthulling van een plakkaat ter verbetering van het laboratorium van het ADRON. Het ministerie van AWJ heeft afgelopen zaterdag het project Kinderrechten voortgezet in het district Para. Onder de leus Kraka Parabaka hebben de kinderen aandacht gevraagd voor hun rechten. Minister Stephen McAndrew vindt dat kinderen worden blootgesteld aan verschillende negatieve tendensen in de maatschappij die van invloed kunnen zijn op hun ontwikkeling. Tegen deze achtergrond is het van belang dat kinderen worden voorgelicht over hun rechten, waardoor ze weten wat mag en wat niet.